Est-ce que vous connaissez votre gestionnaire de réseau? Vraiment pas. Désolée, je suis vraiment désolée, je suis étudiante, donc je ne sais pas du tout. Moi, comme c'est la propriétaire qui gère tout ça, je ne sais pas. Moi, c'est pris dans mes charges. Alors, je ne sais pas avec qui elle travaille. Weet jij wie dat uw netbeheerder is? Ja, want ik zit bij Lumenis, maar ja, ze hebben meneer meters komen plaatsen, digitaal. Wat zijn dat weer? Hebt u ooit al eens gehoord over Synergrid? Nee, nooit van gehoord. Synergrid is voor ons de partner waarmee dat wij gaan kijken of dat onze omvormer gehomologeerd kan worden, zodat hij op de markt geplaatst kan worden. Dus het is voor ons enorm belangrijk dat er een overkoepelende organisatie is die zorgt dat alle netbeheerders op dezelfde manier de regels gaan stellen, zodat wij maar één keer hoeven te voldoen. Voor ons natuurlijk is het voornamelijk een overlegfunctie. Onze energie kunnen wij niet leveren zonder de netbedrijven. Dus dat betekent dat er een heel goed overleg moet zijn tussen de netbedrijven, gegroepeerd in Synergrid en VBG en onze leden. Wij gezamenlijk hebben nood aan een marktmodel, dus Synergrid kan daar een belangrijke rol in spelen. Synergrid als dat krachtig expertisecentrum dat mensen samenbrengt met kennis van zowel technologie als marktwerking, zou voor mij moeten werken aan oplossingen, zowel voor de markt als technologisch, om die energietransitie te begeleiden. En als we daar oplossingen voor vinden die werken binnen België, dan kunnen we die exporteren, kunnen we dat naar buiten brengen en krijgen we ook een stem en een gezicht binnen Europa. Ja, energie is echt een internationaal vraagstuk, maar het gaat bij energietransitie ook om de lokale transitie. En daarom is het belangrijk dat Synergrid en DSO Entity bij elkaar de landelijke vraagstukken en de Europese vraagstukken goed leren verbinden. Zodat netwerkbedrijven de consument goed kunnen bedienen, maar ook de ruimte hebben om te investeren in de netwerken voor de toekomst. De 5 comités permanents de Synergrid, 3 sont dédicacés explicitement à la transition. La transition des réseaux, la transition des marchés, mais aussi la transition des membres de Synergrid, des sociétés membres de Synergrid qui doivent aussi se réinventer par rapport à la transition. In de Belgische context zitten we met 4 regulatoren die toezien op de netwerkbedrijven. Dus het is ook van belang dat die netwerkbedrijven onderling met één stem spreken en dat er dus zowel verticaal tussen vervoernetbedrijven en distributiebedrijven als horizontaal tussen netwerkbedrijven die verschillende commodities transporteren afstemming is, zodat ze met één stem kunnen spreken. Dat zal zeker ook het werk van de regulatoren vergemakkelijken. Synergrid peut vraiment être la voix du secteur sur pour moi 2 aspects. Tout d'abord par rapport au message, par rapport aux positions que l'on prend, de pouvoir nous permettre en tant que gestionnaire de réseau d'amener des messages, des positions qui soient fortes, qui soient puissantes, qui soient ambitieuses. Et puis d'autre part, c'est finalement être aussi le porte-parole, le porte-voix des gestionnaires de réseau vis-à-vis des autres parties prenantes, vis-à-vis du monde médiatique et de pouvoir finalement que nos messages puissent passer concrètement. Par rapport au team building que j'ai donné chez Synergrid, c'était une super soirée, un super event. J'ai rencontré là une équipe soudée, aussi ambitieuse, qui a beaucoup de qualité. En tout cas, nous, on essaye de se définir comme ça et on n'est jamais rassasié. On veut toujours aller chercher plus loin et se réinventer chaque jour. Une fois qu'on est au top, on se réinvente pour encore être meilleur, en fait. Et j'espère que ça va marcher et que je vais encore voir très souvent le nom de Synergrid partout en Belgique.